Hallo en welkom bij Polsmalot Mainstuff. Ik zit nog te wachten op een aantal onderdelen, zoals de rode leds. Ik heb de witte al. Voor mijn koplopers, nee niet koplopers, mijn sprinters. Ik heb inmiddels wel de decoders. En ik dacht in de tussentijd laat ik eens wat gaan oefenen op mijn... even op de spullende kant hier. Op mijn Roco 41 55. Dat is dus een 2200, 2300 NS trein. Dit had ik allemaal moeten doen voordat ik begon. Maar goed. Zo. Deze heb ik al een keer eerder opengemaakt. En ik had de intentie om hem te digitaliseren. Ik denk dat het heel erg krap gaat worden. Maar ik ga het proberen. Ik gebruik daarvoor LaserDCC decoder zonder plug. Rechtstreeks met kabeltjes. Omdat die ook het minste plek inneemt. En hier dus gewoon los ergens een vastgeplakt kan gaan liggen. Plan van aanpak gaat worden. Eventjes kijken. Deze brug hier doorsnijden, net als deze, zodat de lampjes hier niet meer contact maken rechtstreeks met de wielen. Deze diode eruit, zodat de, en dat geldt ook voor deze diode, zodat de andere kant van de lampjes eruit gaat. En ik denk dat ik de spoeltjes hier eruit ga halen, zodat ik de motor hier rechtstreeks op aan kan sluiten. En op dat moment zijn allemaal onderdelen vrij van het vrij aansluiten, vrij van de rest. Ik zou ook kunnen kijken of ik hier het los kan halen. Maar gezien hoe de motorregeling werkt, denk ik dat ik ze er gewoon uit ga solderen. Dus ik ga beginnen met dit hele bordje eruit halen, zodat ik mijn handen vrij heb. En later weer terug solderen. Die hoeft niet zo hard. Want ik heb liever niet dat ik in de buurt zit van kleine elektronica, of sorry, kleine plastic dingetjes die makkelijk beschadigd raken door warmte. Zo. Dat is één. Nu kan ik ook meteen naar binnen kijken. Hij schijnt nog wat olie nodig te hebben. Dat kan ik dan dadelijk ook makkelijk doen. Deze twee pinnen sluiten aan op de motor. Er zitten hier twee pinnen in de motor. Dat zijn eigenlijk de contactpunten. Ik zou in principe ook daar rechtstreeks iets op kunnen solderen. En met de verlichting dan even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik laat het even een beetje allemaal intact. Deze ga opzij. Ik doe ze ook één voor één. Want als ik ze tegelijkertijd ga doen, dan weet ik... Nou, trouwens, dat weet ik wel. Hier zitten de pinnen, dus dat gaat niet gauw gebeuren dat ik niet meer weet welke waar moet. Ik nog wel eventjes controleren of het lampje het doet. En ik zal ook even op moeten zoeken of ik die lampjes rechtstreeks op een decoder aan kan sluiten. Kijk, dat lampje. Heb ik stroom? Heb ik stroom? Ik heb hier net nog iets laten ontploffen. Helaas staat het niet op camera. Dat is ook leuk. Nou, dit lampje is helemaal goed. Dat is de diode eruit. De spoeltjes, ik denk. Dat ik het mezelf makkelijk maak. 1, 2, 3, 4. Kom, 4. Zo. Dat is 1 eruit. Dat is 2 eruit. En de condensator haal ik er ook af. Zoals ik heb geleerd op de interwebs. Zo. Dan is nu de motor geïsoleerd. Dan moet ik alleen nog even een mes zoeken. Zei ik optimistisch. Een mes.
En dit contact hier. Zo. En even controleren. Kon de batterij vervangen. Van hier naar hier. Geen contact. Helemaal niks. Perfect. Dat betekent dat deze helemaal los is. En dat hij strakjes hier weer terug kan. De andere kant doe ik alleen maar één. Twee los te halen. Zo. Het lampje er even uit. Deze is niet zo fel als de andere. Ja, dat kan ook zijn omdat ik hem niet zo hoog had staan. Zo. Ja. Prima. Die zijn nog goed. En hier hoeft ook alleen maar de diode eruit. En ook hier. Met een mes trek ik gewoon twee diepe groeven vlak bij elkaar over de printplaat heen. Dat is niet diep genoeg. Daarom test ik ook altijd eventjes. Dat is wel diep genoeg. Zo. Dat betekent dat dadelijk deze kabels, deze komen van de rails. Die gaan over de printplaat heen, hier overheen naar deze kant. Zodat je hier dus aan twee kanten beschikking hebt over de stroom van de rails. Die gaan nu verder nergens meer naartoe, omdat al die kabels doorgeknipt zijn. En dat betekent dat ik nu ga zoeken hoe ik een decoder aan moet sluiten. Want dat moet ik elke keer opzoeken, omdat ik dat vergeet. Uit mijn hoofd iets met zwart en rood en oranje en nog een kleur. Die kan ik vrij strak knippen en hierop zetten. En de één kabel voor de verlichting aan deze kant. En ik moet eigenlijk even kijken hoe ik dat doe met de blauwe kabel. Want ik denk dat ik een extra kabel moet trekken. Voor om eigenlijk de... wat zal ik doen? Een van de twee kanten of allebei de kanten van de... De buitenkanten van de lamp pak ik eventjes. Om die met elkaar te verbinden. Zodat de blauwe kabel, de Common Plus, in ieder geval doorloopt naar de andere kant. En dan elk van de functiedraden op de lamp zetten. Dus ik ga even zoeken welke kabels ook weer waarop moesten. En of ik nou rechtstreeks zo'n lampje erop aan kon sluiten. Dat lijkt me ook even handig om te weten. Na wat gepuzzel heb ik toch besloten om de LED's op te zetten. Ik heb de koperen delen voor de gloeilampen eraf geknipt. En de LED eigenlijk vastgezet op die plek van waar ik de achtste printbaan doorgeknipt heb. Ik heb er de weerstanden tussen gezet. En dit wordt mijn blauwe Common Plus. Ik had het ook met één weerstand kunnen doen. Ik heb besloten om het met twee te doen, zodat die mooi beide kanten gelijk is. En daardoor komt het lampje precies op de plek te liggen waar die... de LED komt precies op de plek waar eerst de gloeilamp zat. En zo komt het geheel dan op zijn plek te liggen. Het volgende wat er gedaan moet worden is, ik ging dus uitzoeken ook hoe ik de kabels aan moet sluiten. Ik heb dat hier offscreen nu staan. Ik vergeet het elke keer, maar oranje en grijs. En even kijken. Oranje is voor de... Waar is hij?
Motor right. Nou, geen idee wat motor right is. Of motor left. Ik ga ze gewoon aansluiten. Zo. Dus de decoder zit nu vast op de beide buitenste tracks die dadelijk aan de pick-up gaan van de wielen. Aan de andere kant komen die dadelijk hierop met de rode draden. Dus die ga ik ook vastzetten zo dadelijk. De motor zit vast op de twee binnenste printplaten die naar deze pinnetjes hier toe gaan die op de motor zitten. Dan rest mij dadelijk nog de blauwe kabel. Om die te monteren op de ledjes. Deze gaat ook weer vast hierop. Dat is goed. En even kijken welke functie kabel, draadkabel ding ook weer moet op de led op, voor de negatief. En dan zou ik alleen maar vast hoeven te schroeven in theorie. Dus de volgende die ik wil hebben is de blauwe. Zo. Moet dan. Dat wordt een pupil. Zo. Die wil ik hier voor de weerstand hebben. Dan hoop ik alleen dat die blauwe blijft zitten. De andere blauwe die aan de andere kant gaat. Ik verwacht van niet. Ik verwacht dat hij ja, los schiet. Zo. Nu, de voorkant wil ik geel. Waarschijnlijk ga ik straks zien dus dat die motor de verkeerde kant loopt. Maar de voorkant wil ik geel hebben. Dat is deze kabel. Zo. Op de led. Voorheen deed ik dit dus altijd met van die brackets. Dan had ik het bracket wat ik rustig erop kon solderen. Kon ik daarna gewoon de decoder op prikken. Maar in deze is gewoon veel te weinig plek daarvoor. Dat is leuk voor Limas. Dus daarom heb ik nu een setje van deze vaste decoders die ik er gewoon op kan solderen. Die ik erin doe. En zo. Daarna. Er gewoon in kan laten zitten. Als je iets anders mee wil, helaas gaat niet. De trein heeft ook niet meer functies dan dat hij. Ja. Ik zit me te bedenken, volgens mij gaat de motor nu. Volgens mij. Ja, dat had niet de gele moeten zijn, dat had de witte moeten zijn. Dat is jammer. Ga ik hem nog herstellen. Ja, dat kan. Nu nog wel. Wat ik aan het zeggen was, de vaste decoder. Er is weinig plek, er zitten niet veel functies op. Het is geen trein die ik aan het digitaliseren ben, gewoon voor de lol. Deze wil ik ook echt digitaal gaan rijden op termijn. Dus ik ga hier die decoder inzetten. Die ga ik ook niet gauw weer uithalen, om wat voor reden dan ook. Zoals ik dat ook wel heb gedaan met die UF's. Gewoon, kijk, zo doe je dat met een UF en haha, leuk. Maar niemand in his right mind. Zou daadwerkelijk een digitale groene en een paarse, die zou ik dus kunnen gebruiken als ik hier nog een rode lamp bij zou hebben, maar ik zie dat niet gebeuren. Ik knip ze redelijk kort af en ik heb mijn draden voor de power unit, de keep alive. Ook die ga ik redelijk kort afknippen. Als ik die ga gebruiken, zet ik die later op. Daar moet ik nog wat onderzoek naar doen, zullen we maar zeggen. Deze erop. De motor.
Je moet een onderkant nog vast. Die had ik al losgehaald. Om hem te kunnen bekijken en smeren. Dan hoop ik dat hij hem pakt. Ja. Ik kan even zien. Zoals ik al had gedacht, past de decoder precies in de kap. Zo. Het handige is van dat solderen van de draden rechtstreeks op de locomotief, op de decoder in feite, dat ik dan hem gewoon vol vermogen aan kan zetten en even de wielen schoon kan maken. Wat in dit geval ook nodig was. Ik heb hem gewoon op zijn kant gelegd. Gas erop en railgun er tegenaan. Ja, het vel vloog er vanaf. Even goed oppassen aan de voorkant. Oh, die moet nog klik zeggen. Klik, ja, goed zo. Dus het vel vloog er vanaf en ik denk dat dat nu dus beter contact maakt. Inmiddels is mijn laptop leeg. Dus ik kan ook niet meer. Ik kan wel op de wiel zetten, maar ik kan geen commando's meer geven. Dus ik zet hem nog even de laatste dingen erop. En dan kan hij terug de doos in. Soms willen dingen niet. Met name als je ze verkeerd omdoet. Zo. En dat is hoe je een Roco, wellicht met een doos. Een hele oude Roco 4155 digitaliseerd. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben, te liken en tot de volgende keer.